Hoi allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Ik ben eigenlijk helemaal uit de vakantiemodus gekomen. De scholen zijn hier alweer een weekje geleden begonnen. Dus het is nu echt tijd om allerlei dingen weer op te pakken. Ik heb de eerste afspraken alweer gehad voor het maken van plannen voor workshops. Ik ben zelf weer in mijn gewone journal aan het werken. Dus niet meer in mijn vakantiejournal. Ik ben met nieuwe dingetjes bezig en ik heb er ontzettend veel zin in om weer allerlei dingen te gaan doen. Nu eigenlijk het nieuwe seizoen weer begonnen is. In de vakantie ligt het soms wel eens een beetje stil of zijn mensen wat meer buiten en hebben wat minder tijd of zin om creatief bezig te zijn binnen. Dus we gaan weer richting de herfst aan de slag in onze journals. En vandaag heb ik een Journal With Me video voor jullie. En ondertussen ben ik ook bezig met het filmen van een soort van studiovlog. En ik wil even gaan kijken of dat misschien leuk is om in de toekomst hier op YouTube te gaan publiceren. Ligt er natuurlijk een beetje aan hoe het allemaal uitpakt. En of ik voldoende interessant materiaal heb om daarin te laten zien. Maar dan kan het zomaar zijn dat er ook beelden van deze video als zijn een soort van behind the scenes shotjes in voorkomen. Dus dat is wel heel leuk, vind ik. Je ziet het nu wel bij meer mensen voorbij komen. Dus ik vind dat altijd wel heel erg leuk om naar te kijken. Wat meer ongedwongen en een beetje binnengluren. Ik ben zelf ook enigszins nieuwsgierig aangelegd. Dus vind ik ook altijd wel leuk om naar te kijken. Dit is de laatste pagina die ik in mijn journal maakte. Ik ga hem heel even uitpakken, mijn insert. Omdat ik hier nu aan de slag wil. En wat ik wil gaan doen is gaan werken met... Ik ben met de gelpress aan de slag. Oh, hier heb ik even voor gedaan aan onze zoon. Hoe die de schrijfletters van zijn naam moest maken. Dat hoort natuurlijk ook allemaal bij. Ik ben met mijn gelpress aan de slag de laatste paar dagen. En ik heb daar ontzettend de smaak in te pakken. Het is echt heel leuk om te doen. En ook om dus achtergronden te maken voor tip-ins. Net zoals ik dat hier dus heb gedaan. En zo kun je echt je eigen achtergronden maken. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. Maar die gelpress, die heb ik hier op mixed media papier gedaan. Maar ik heb elke keer mijn plaat schoongemaakt met gewoon een A4'tje. En ik wist al wel dat dat waarschijnlijk nog wel een leuker resultaat zou geven dan mijn eigen ideeën. Want ik vind dit wat wazige geheel vaak eigenlijk wel nog wel mooier. Dus wat ik hier nu mee wil gaan doen is, ik wil hier eigenlijk een soort van pocket mee gaan maken in mijn journal. Omdat dit papier natuurlijk ook dun is, wordt mijn journal ook niet zo dik en bulky dat ik hem dat hij eigenlijk uit zijn voegen gaat barsten. Dus ik ga dit snijden in formaat dat hij op mijn pagina gaat passen. Maar ik wil natuurlijk ook nog wel een beetje mijn achtergrond gaan bewerken. En ik wil dus een keer weer wat anders doen dan met watercolor, want dat hebben jullie al heel veel van mij gezien. En dat gaan jullie ook nog heel veel van mij zien. Dus ik bedacht me dat het misschien leuk was om iets met de Stress Oxide inkt te doen. En toen dacht ik, nou, de Color Burst, die heb ik eigenlijk ook al heel erg lang niet meer in mijn journals gebruikt. Dus misschien ga ik deze wel in mijn achtergrond gebruiken. Omdat ik dit ook een hele, die turquoise kleur, al weet ik dat er allerlei andere tintjes in voorkomen. Dat vind ik wel een hele mooie kleur. En ik heb hier ook een beetje de turquoise in de achtergrond zitten. Dus dacht dat is dan wel, dat popt wel mooi bij elkaar op. Dus ik denk dat ik dat eerst ga doen. En dan gaan we verder met het maken van de pocket. En voor deze heb ik dan weer als idee, want die kleuren natuurlijk wel heel goed matchen. En deze is een beetje heftig om op te schrijven, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Om echt op te journalen qua achtergrond. Dat ik deze misschien als een tag in die pocket wil gaan maken, waar ik dan weer foto's op kan doen. Nou, dat is een beetje het idee voor deze video. Dan weten jullie dat alvast.
De rest zal ik wat snel vooruit gaan spoelen en met een voice-over voor jullie maken, omdat het anders allemaal erg lang gaat duren. Maar bij deze dus mijn intro van ruim 5 minuten. Sorry daarvoor. En laten we snel verder gaan met het journalen. En dat betekent dus dat ik start met het aanbrengen van wat colorburst op mijn pagina. Zoals je ziet heb je maar een heel klein beetje nodig voor heel veel pigment. Dus ik spuit met mijn Tim Holtz Distress Sprayer wat water op het pigmentpoeder. En zo maak ik deze achtergrond. Ik droog hem eerst met mijn heat tool, zodat ik in elk geval een deel van de kleur alvast helemaal vastleg op de pagina. Vervolgens dep ik, waar ik heel veel water heb, dep ik het wat weg. En vervolgens droog ik dat laatste beetje dan ook weer met de heat tool, zodat ik verder kan met de rest van mijn pagina. Dit is dus het stuk papier wat ik vervolgens smaller heb gemaakt. En met de cirkelpons maak ik daar een halve cirkel in. Dat is zodat ik er later wat makkelijker mijn tag uit kan halen. En met de fel roze washi tape maak ik het papier vast. Die washi tape vind ik heel erg fijn omdat die heel goed plakt. En dat doet namelijk niet alle washi tape. De kruisjes washi tape is echt een van mijn favorieten. Maar ik weet ook dat ik daarbij echt niet zo makkelijk iets mee vast kan maken. Vervolgens heb ik dus ook een strook uit mijn andere papier gesneden. En maak ik daar op deze manier een tag van. Ik gebruik daarvoor 2 kleine cirkelpontjes om eerst een gaatje te maken. En dan vervolgens in een ander stukje papier om dan weer zo'n randje om dat gaatje te krijgen. Zodat het er echt uitziet als een tag. Als dat klaar is, dan heb ik uit mijn collagesheet van afgelopen maand het meisje geknipt. Het kader wat er omheen zat, dat heb ik weggeknipt. Zo kun je dat op elke collage element op verschillende manieren natuurlijk gebruiken. Ik maak haar in de hoek van de pocket die ik met het papier gemaakt heb. En vervolgens stempel ik er de tekst op. Dat vind ik wel een mooie toevoeging. En dat kleedt de pocket mooi aan. Nou, vervolgens is het dan tijd om verder te gaan met de rest van de pagina. En dan ga ik eerst nog eventjes wat zwarte spetters toevoegen. En ik dek dan wel de tekst en het meisje een beetje af. Want ik wil niet heel veel spetters in de woorden of op haar gezicht. Je ziet dat ik toch nog 2 spettertjes in haar gezicht wel heb gekregen. Daardoor besluit ik ook om dadelijk wat extra toevoeging in haar gezicht te doen. Met andere stipjes. Dat zie je hier met de zwarte gelpen. En dan vallen die andere vlekjes alweer veel minder op. En zo ga je dus creatief om met dingen die je niet helemaal zo bedoeld had. Vervolgens heb ik met een stans deze cirkeltjes uitgestanst. En dat heb ik uit het overgebleven stuk papier gedaan waar ik ook de tag van gemaakt heb. En zo breng ik ook die oranje kleur weer terug op de linkerpagina. Zonder heel veel elementen toe te voegen. Want ik wil natuurlijk ook ruimte houden om te schrijven. Want dat blijft natuurlijk in mijn journal heel belangrijk. Nou, dan pak ik even deze stempels van Studio Light erbij. Dat zijn eigenlijk planner en bullet journal stempels. En die heb ik ooit gekregen. En daar zitten de dagen van de week in. Dus dat vind ik heel makkelijk voor in mijn journal. En ik heb daar, wat je linksboven in de hoek ziet, dat houten stempelsetje. En dat heb ik bij Badass Paper Lover op Etsy gekocht. Ik heb dat gekocht op de Passion for Planner beurs en daar zitten alle dagen van de maand in en ook de afkorting van de dagen zelf, dus maandag, dinsdag, woensdag in het Engels dan. Dus die gebruik ik ook heel vaak in mijn journal. Ik vind het wel handig om dat te stempelen en niet altijd te schrijven. Dus hier heb ik de dag van de week
en de datum toegevoegd. Vervolgens heb ik ook nog uit die stempelset van Studio Light een aantal woorden gestempeld op wit papier. En die knip ik uit en dan zet ik dan met een zwarte fineliner nog even een lijntje omheen, zodat het er wat meer uit komt, zeg maar. Dat het wat meer afzet tegen de achtergrond van de pagina. En dan rechtsboven heb ik Dream en onder heb ik Be Brave. En die ga ik dadelijk nog vastmaken op die cirkeltjes. Dan zie je Be Brave, Be Happy. En ik vind het wel leuk om op die manier nog wat tekstjes toe te voegen. Ik ben sowieso fan van tekstjes en quotes om die te verwerken in mijn journal. Met een Tombow marker maak ik nog wat stipjes in het roze en oranje erbij. Ook weer om die kleur terug te brengen op mijn beide pagina's. En dan vervolgens ga ik nog met fluor roze acryl inkt ook nog wat spettertjes in mijn achtergrond aanbrengen. Het allemaal om die kleuren op beide pagina's terug te laten komen. Ik vind dat altijd dat wat mijn pagina daardoor wat meer in balans is. En, ja, dat vind ik altijd wel belangrijk. Door de spetters is wel wat van mijn tekst weggevallen, dus dat werk ik weer even bij. En in de stipjes zet ik nog weer wat accenten met mijn witte gelpen. Oké, en hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. De spread is nu helemaal klaar. Ik ga deze dus gebruiken om foto's nog op te verwerken. En ik ga jullie natuurlijk aan het einde van deze video en op mijn social media kanalen nog laten zien hoe dat er dan uit is komen te zien op het moment dat ik de foto's er nog op heb gedaan. Maar nou ja, goed, uiteindelijk wil ik ook gewoon laten zien hoe je een spread als deze kunt maken. En je hoeft hier natuurlijk niet per se foto's op te gebruiken of op te plakken. Er zijn ook wel mensen die zeggen, ja, ik heb niet echt foto's om in mijn journal te verwerken. Dan kun je hier ook gewoon kaartjes, visitekaartjes, bonnetjes van waar je geweest bent, van alles en nog wat op bewaren. Of toch alsnog een tekst opmaken. Je kunt er eigenlijk heel veel kanten mee op. Maar ik vond het in elk geval leuk om deze spread aan jullie te laten zien. En dus zeg ik nu bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Doei!